Hartelijk welkom allemaal. Ik heb begrepen dat de laatste keer dat beide zalen zijn afgehuurd voor zoveel mensen, gedaan is door Pim Fortuyn. Ik wil eerlijk bij zeggen dat er toen ook heel veel journalisten in de zaal zaten. Nu zijn het meer aanhangers van onze beweging. Maar het is misschien wel toch uniek om te noemen dat dit in de navolging is van Pim. Want ik heb al vaker aangegeven dat hij voor mij in Nederland althans het grote voorbeeld is. Niet omdat hij zorgde voor tweedracht in de samenleving, maar wel omdat hij vanuit zijn hart sprak. En als wij als SOPN ergens voor staan, is dat vanuit ons hart spreken en niet zozeer vanuit ons hoofd met allerlei mentale ideeën. Veel meer vanuit gevoel, veel meer van ja, hoe het voor ons is, hoe wij het beleven. Nou, sprekend over dat gevoel wat er vandaag buiten is gebeurd, is misschien ook wel een explosie van gevoel, van emoties. Ik heb ook aan de pers uitgelegd dat ik betreur wat er gebeurd is. Ik heb ook net van Elder begrepen dat ook de sterke arm in dit land niet helemaal netjes zich heeft gedragen. En nogmaals, ik ben er niet bij geweest, maar dat is wat mij verteld is. Ik betreur dat het probleem is geëscaleerd. Maar het laat wel zien dat wij mensen hebben die een groot hart hebben. En dat grote hart kan ook wel eens even tekeer gaan. Dus ja, wat dat betreft zijn we misschien symbolisch voor deze samenleving. Ik wil even iets voorlezen wat ik wat opgeschreven is, wat uitgesproken is op een reden die gehouden is op het Lowlands Festival. Vrijdag 17 augustus is dat gedaan. En dat, ze noemen dat de Lowlands University. Het huidige politieke systeem is failliet. Het financiële bestel is vastgelopen. De economie is niet meer van deze tijd. Het is ecologisch te belastend. En organisatorisch zit het op allerlei fronten mis. Deze uitspraken zijn gedaan door Herman Wijfels. Misschien bekend, oud-voorzitter van de SER, de Sociaal-Economische Raad. Tegenwoordig is hij hoogleraar in Utrecht en voorzitter van allerlei clubjes, om het zo maar te zeggen, op het gebied van duurzaamheid. Herman Wijfels legt in die toespraak die je op internet kunt vinden, legt hij uit dat het financiële systeem zijn houdbaarheidsdatum voorbij is. Hij legt met zoveel woorden uit wat wij dus ook in ons partijprogramma hebben staan, namelijk het fractioneel bankieren met fiat geld. Dat het leeuwendeel van het geld gecreëerd wordt door de banken als gevolg van een schuld die iemand aangaat, bijvoorbeeld bij een hypotheek. Dat is dus geld uit het niets creëren als het ware. Dat zegt hij. Iemand met zijn staat van dienst zegt dat gewoon open en eerlijk. Ik denk dat het zit in de beschrijving perswijs, filmende perswijs. Ik vind het echt absurd dat de Nederlandse bevolking niet volledig op de hoogte is van dat financiële systeem waarin je eigenlijk geld uit het niets creëert en waarin die financiële ballon steeds verder en verder opblaast totdat het gaat knappen. In IJsland, in 2008, zijn de IJslanders erachter gekomen dat dat kan knappen, want het is toen geknapt. En de IJslanders zijn zich volgens gaan verdiepen in hoe dat in hemelsnaam mogelijk is geweest. Moeten wij in Nederland wachten tot het hier ook knapt? We kunnen wel lang wachten, want dan is eerst Spanje aan de beurt, Portugal, Italië, voordat het hier knapt. Maar wij zitten nog wat verder, we hebben nog wat meer rek. Ik denk dat wij niet hoeven te wachten tot het knapt. Ik denk dat wij nu de hele Nederlandse bevolking kunnen gaan informeren over dit spel. Want SOPN staat voor 100% openheid en we willen 100% openheid over hoe geld wordt gecreëerd. We hebben iedere dag geld nodig voor de boodschappen die we doen, voor de benzine die we tanken, voor de huren, voor de hypotheken. Wij hebben geld nodig om te kunnen bestaan. Als wij niet weten hoe geld wordt gecreëerd, dan zijn we dus eigenlijk gewoon iemand die achter snoepjes aanloopt en niet weet waar de snoepjes vandaan komen. Vinden wij dat oké? Okay? De SOPN is daar heel duidelijk in. De SOPN vindt het volstrekt absurd dat de Nederlandse bevolking hier geen weet van heeft. Wij noemen dat de geldfraude. Want het geldfraude is, dat systeem is bedacht, omdat er steeds meer inhaligheid is gekomen in de top van deze samenleving. Mahatma Gandhi heeft heel mooi gezegd, er is meer dan genoeg voor iedereen, maar er is veel te weinig voor ieders hebzucht. En wij hebben hele hebzuchtige mensen in de top van onze samenleving die steeds meer en meer en meer willen. En die rekening wordt door ons, het gewone volk, wordt betaald. Wij als SOPN zijn daar helemaal klaar mee. Wij willen een samenleving gebaseerd op evenwaardigheid, waarin gelijke kansen zijn voor iedereen en waar je op een fatsoenlijke manier kunt leven. Waarin je niet naar de voedselbakken hoeft. Waarin je niet aan het eind van de maand weer moet kijken van hoe krijg je nu weer alle rekeningen betaald. Want steeds meer mensen komen in de financiële problemen. Die hebben aan het eind van de maand nog een stukje geld over. Ik bedoel net andersom, aan het eind van de geld is nog een stukje maand over. Uitspraak van Lucia.
Dat is de situatie waar we in zitten. Er is niet één land in de eurozone waarin het verschil tussen arm en rijk zo groot is geworden als in Nederland. Nederland is het meest asociale land van Europa. Daar kunnen we ons diep voor schamen. Daar hebben we met elkaar aan meegewerkt omdat we gestemd hebben op partijen als VVD, CDA, D66, Partij van de Arbeid. Dat zijn de vier partijen die ik verantwoordelijk acht voor de malaise waar we nu in terecht zijn gekomen. Dat zijn ook de vier partijen die steeds opnieuw mensen afvaardigen naar de Bilderberg-conferenties. Waar op mondiaal niveau antidemocratische besluiten worden genomen, waarin de bevolking steeds verder buitenspel wordt gezet. Daarom noem ik durf dan ook hier in Nieuwsport te zeggen, daarom noem ik deze vier partijen criminele organisaties. En ik zou het heel fijn vinden als ik voor de rechter word gedaagd om deze uitspraak te staven. En dan mag de rechter mijn argumentatie aanhoren en dan zullen we wel zien wie gelijk heeft. Want wij zijn als samenleving uitgeleverd aan de multinationals en aan de banken. Vinden wij dat oké? SOPN vindt dat niet zo'n moeilijke vraag te beantwoorden. Nee, dat vinden wij niet oké. Wij willen dat Nederland weer van de Nederlanders is en dat wij het voor het zeggen krijgen. En nogmaals, het is niet een of andere raar figuur die dit zegt omdat hij geen kans heeft. Dit wordt ook gezegd door Herman Wijfels, om het nog maar even te noemen. Het filmpje kun je gewoon op internet vinden, anders moet je mij een mailtje sturen, dan krijg je het van. Gewoon even googlen. Lowland University Herman Wijfels, heb je zo, het staat op Vimeo. En hij is niet de enige. Er zijn heel veel mensen die het gezegd hebben. En ook wij vanuit de SOPN, heel veel mensen proberen dit al naar buiten te brengen. Alleen de mainstream media pikt dit nog niet helemaal op. En daarom ben ik zo blij dat er vandaag meer mainstream media aanwezig is. Want in de sidestream media, om het zo maar even te noemen, de alternatieve websites, is dit al lang bekend. Al vele jaren. Al vele jaren kijken mensen naar een documentaire als Money as Debt. Geld als schuld. Kun je gewoon vinden op internet. Zeitgeist, Addendum, met name het eerste stukje daarvan. Thrive, er zijn nog wel meer. Die informatie ligt al tientallen jaren, ligt al een aantal jaren voor iedereen op het internet te wachten om te bekijken. Maar het wordt niet uitgezonden op Nederland 1, 2 en 3, dan helemaal niet op RTL 4 of SBS 6. Maar ik denk dat het heel goed zou zijn. Dat is waarom wij in het partijprogramma hebben geschreven dat wij een volksomroep willen. Een omroep die datgene uitzendt waar het volk zichzelf mee kan onderwijzen, kan leren, zichzelf kan ontwikkelen. En ik denk dat het heel goed is om dit soort documentaires primetime uit te zenden. Want dan gaan mensen ontdekken hoe het spel werkelijk gespeeld wordt op deze planeet. We hebben het over de geldfraude gehad. Iets waar wij ons als SPN nog meer zorgen over maken, is de zorgfraude. Want de zorg wordt op dit moment gedomineerd door het grote geld. En dan hebben we het over de farmaceutische industrie. En daarom hebben studenten het over, ik studeer medicijnen. Dat is volledig terecht. Ze studeren geen geneeskunde. Ze leren niet hoe het zelfgenezen vermogen van een mens werkt en hoe je dat vermogen kunt verzorgen.